heb ik aan het grote pad ook gedaan. Ik heb hierna nog één bol over. Dus geen zorgen omtrent het meters graven. Ik zeg altijd maar beter te veel dan te weinig hebben. Dit heb ik over. Het breedste deel is het voorpand. Het smalle deel is het achterpand. Het achterpand heb ik één bieberbreedte. Dus deze breedte hier smaller gedaan dan het voorpand. Want we willen hier het waterval effect gaan creëren. Ik ga je nu laten zien hoe je het werk aan elkaar moet haken. Ik heb hier precies 11 steken en ik moet nog 1 toer haken zodat ik gelijk ben aan deze kant. Dus een toer van 21 stokjes met ertussenin een losse. En het einde 12 en daar 12. Maar ik ga het al hakend doen. En al hakend ga ik het eerste deel met het tweede deel samen haken. Ik ga daarom het werk inzoomen, de camera inzoomen en dan ga ik jullie laten zien hoe dat te doen waardoor je geen naald en draad nodig hebt. We gaan dit deel daaraan vastmaken, zodat het wiebertje daar mooi doorloopt. Dan gaan we dit stuk verder haken tot we zijn aangekomen bij het laatste stokje, dat we die 21 stokjes hebben gemaakt. En dan gaan we het laatste deel hieraan vasthechten. Al hakend met stokjes. Dan hebben we die toer afgehaakt gelijk aan het achterkant. We gaan de twee panden aan elkaar maken. Zorg ervoor dat je beide de goede kant voor je hebt. Waar zie je de goede kant aan? Als je naar de eerste toer kijkt, hier, dan zie je dat de steken allemaal die kant op wijzen. Allemaal diagonaal naar linksboven, de draadjes. Als je aan de verkeerde kant kijkt, dan wijzen ze bijna allemaal naar rechtsboven. Die wijzen allemaal naar rechtsboven. En de goede kant wijzen ze naar linksboven. Zo kan je herkennen of jij de goede kant of de verkeerde kant voor je hebt. Dus mijn voorpand, daar heb ik de goede kant van bij. En het rugpandje heb ik ook de goede kant voor me. We gaan beginnen. Ik heb die keerlossen al gemaakt bij het einde van de toer. Ik ga nou eerst een stokje maken. In de eerste steek van het voorpand. Dan haal ik mijn lus op. Dan pak ik het rugpandje. Steek mijn naald door de eerste steek van voor naar achter. Dus van voorkant naar achterkant. Onder twee lussen door. Dan pak ik datzelfde draadje die je net hebt opgetrokken. En die trek je een beetje aan en dan haal je het draadje door. Dat is eigenlijk het enige wat je doet. Draad omslaan, dan ga je weer naar het voorpand. Dan maak je in de volgende steek je tweede stokje. Haal je draad weer op. Ga je naar het rugpand, dan ga je in het tweede stokje van voor naar achter doorsteken. Pak je de draad weer op de naald en die haal je door. En zo ga je door. Dus stokje maken aan het voorpand, draad ophalen, terug naar het rugpandje, de derde steek pakken, naald op de draad, en doorhalen. En zo ga je door tot het aantal steken dat jij hem wilt sluiten voor jouw schoudernaad. Let op, zoals ik in het begin heb gezegd, maak de schoudernaden niet te breed. Het moet net op de schouders kunnen blijven hangen. Dan heb je voldoende stokjes, de naad gesloten. En nummer 12. Hier is mijn 12e steek. Ik zal het even laten zien hoe mijn schoudernaadje er nu uitziet. Hier loopt mijn schoudernaadje netjes. Je ziet dat die lussen allemaal één kant op wijzen. Voor en achter wijzen allebei naar voren toe. En dat is wat je wilt. Hier geen zorgen om maken. We gaan straks nog een toer omheen maken. Daarmee werk je gelijk dat draadje weg. Goed. Ik ga nu deze toer verder haken. Hier. Van het rugpandje. Deze toer. Tot ik bij het laatste stukje aan ben gekomen en dan gaan we het laatste stukje samen afsluiten. Dus nu gewoon de steek herhalen zoals je met alle tweede rugpanden hebt gedaan. Ik heb het rugpand afgehaakt tot en met de losse die ik moest ophaken van het rugpandje om die ene stok van de voorpand te overbruggen. We gaan nu starten in de losse ruimte na het stokje en dan gaan we beginnen met
de twee schoudernaadjes die voor en de achterkant aan elkaar te hechten. En dan zijn de schoudernaden klaar. Goed, dus ik heb die losse gehaakt. Dan ga ik in de losse ruimte naast het stokje mijn eerste stokje haken. Haal ik de lus weer op. En dan ga ik goed kijken waar is mijn losse ruimte hier. Dan is hier mijn eerste steek. Dus die ga ik pakken. Steek je naald natuurlijk door van voor naar achter. Pak je de lus op en dan haal je de lus door. En dan gaan we door naar de volgende stok. Dat is deze hier. Steek daarnaast in het voorpandje. Maak je steek af. Haal je lus op. En dan ga je naar de tweede steek. Steek van voor naar achter door. Draad om de naald. En doorhalen. Dat is nummer 2. En dan nummer 3. Stokje maken in het voorpandje, lus ophalen, naald van voor naar achter in de volgende steek, draad op de naald en doorhalen. Ik ben met de ene laatste stok, ophalen, volgende steek, lus doorhalen en mijn laatste steek. Zoals ik al vele malen heb uitgelegd, ik doe een keer los waardoor ik hier een losse steek aan de zijkant van mijn werk krijg. Dat is mijn laatste plek waar ik mijn laatste stokje moet haken. Dat is die. En hier idem. Is daar mijn keerlosse. Draad op de naald. Doorhalen. En wat ik dan doe is twee losse haken. Dan knip ik het draad af. Haal ik het draad door. Dan pak ik met twee vingers het garen. En wat ik eigenlijk doe is dit. Ik schuif die twee steken op naar het werk. Moet je met wijsvinger en duim doen. Nageltjes. En opschuiven die steek. Gewoon echt opschuiven. Die steek gaat nergens meer heen. En de enige manier om nu nog je werk los te halen is het knoopje eruit te knippen. Dit is zo'n fijn klein knoopje. Als je die goed aanschuift, zie je er niets meer van. Als je straks een toer stokjes langs gaat haken, heb je een knoopje weggewerkt. Mijn advies naar jullie toe, de Hupsa manier. Ik heb er nog een apart tutorial van gemaakt. Die kunnen jullie ook zien op mijn YouTube kanaal. Goed, nu hebben we de voorpand en het achterpand aan elkaar gehaakt. Althans de schoudernaden. En heb je het gat voor het hoofd gecreëerd. Hier heb ik het gedeelte gemaakt. Hier schoudernaadje, daar is schoudernaadje. Schoudernaadje, zie je niets meer van. We gaan nu de voorpan, de achterpan en de zijkant aan elkaar maken. En direct het armsgat creëren. Ook hier weer geen naald nodig. We gaan het al hakend doen. Waar gaan we mee beginnen? We gaan beginnen aan het voorpan aan te hechten. Dus als je hier het voorpandje hebt, gaan wij linksonder, draagbaar linksonder, hè? Linksonder aanhechten en gaan we hier stokjes haken aan de zijkant. Helemaal door, totdat wij aan de naad zijn van de schouder. Hier is het naadje van de schouder, precies in het midden. We gaan per toer dat we tegenkomen, dus toer 1, toer 2, 3, 4, 5, 6, bla, enzovoort enzovoort, gaan wij twee stokjes per toer inhaken. Dus alle toeren die je tegenkomt, haak je twee stokjes in. Probeer een mooie ruimte te vinden. En dan gaan wij daarna aan het rugpand verder. En dan gaan wij direct het armsgat creëren. Maar daar komen we zo op terug. We gaan eerst het voorpandje, het randje ophaken met stokjes. Dus we gaan aan de linker voorzijde onderin aanhechten. Hier heb ik het draadje wat ik over heb van het begin van de basis toer stokjes. Met dit stukje draad ga ik met mijn nieuwe draad vastmaken. Dat stukje draad leg je over je nieuwe draad heen. Dan duw je het uiteinde stukje, het oude draad, dus van voor, van achter naar voren. Dan zorg je ervoor dat je dicht bij je aanhechting blijft. Dan hetzelfde draadje, dat wat dus hier vanaf komt, ga je weer over
je nieuwe werkdraad heen. En die gaat van achter naar voren. Dus zo, van achter naar voren. Onder die lus door. Dan trek je hem aan. Dan heb je eigenlijk een vorm van een 8. Dat is een platte knoop. En die trek je goed aan. Die gaat nergens meer heen. Nu gaan we beginnen met stokjes opzetten. Wat ik meestal doe is hier is je eigenlijk je basisketting. Wat je gecreëerd hebt door een basisketting van stokjes te maken. Daar steek ik mijn naald als eerste in. Dan haal ik de lus op. Er doorheen. Leg ik mijn werkdraadjes naar links, dus langs mijn werk af, maak ik één losse. En in diezelfde steek maak ik gelijk één stokje. Zo. Dan heb ik mijn eerste stok op deze toer gemaakt. Maar zoals ik aan heb gegeven, per toer wil ik 2 stokjes hebben. Dus nu steek ik in het midden, dus om het eerste stokje heen, mijn tweede stokje. Nu zijn we aangekomen bij de tweede toer. Ik zie hier een mooi openingetje tevoorschijn komen. Daar maak ik mijn eerste stokje voor het tweede toertje. Dus daar doe ik nummer 1. En om dat stokje heen maak ik nummer 2. Nu zijn we bij de derde toer aangekomen. Je zoekt eigenlijk altijd eerst een mooie opening. Hier heb ik een mooie opening. Dus daar ga ik stokje nummer 1 maken. En hier tussenin, als je gewoon je naald doorsteekt, voel je dat er hier een ruimte zit. Daar steek je naald door. Dus eigenlijk om het stokje heen. Zijn we bij de volgende toer aangekomen. Toer nummer 4. Dan steek ik hem eerst door dit mooie oogje hierheen. En om het stokje heen. Heb ik hier ook weer een mooi oogje. Daar steek ik mijn stokje in. En hier onder het stokje door. Kijken waar die zit. Daar. Dus kortom. 2 stokjes per toer maken. Die je tegenkomt. Maakt niet uit of je het op mijn manier doet of op je eigen manier. Je moet zelf even bepalen wat voor jou het prettigste is, zolang je maar op 2 tallen blijft doorraken. Dus 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, enzovoort, enzovoort. Zo ga je deze toer afmaken. En dan zien we elkaar terug bij het schoudernaadje. Ik heb mijn randje gehaakt. Aan de linkerkant van de voorpand van onder naar boven. Ik heb berekend dat mijn armschat tot met de losse ruimte hier, dus een volledige wieberlengte, moet zijn. En aan de onderkant is mijn laatste steek van het armschat. Ik ga dit stukje doorhaken naar de andere kant en dan gaan we samen starten met het al hakend vastmaken van het voorpand en het achterpand. Ik heb het laatste stuk gehaakt van de achterpand langs de schouder, de armschat langs. Ik heb aangegeven het midden van deze tot het midden van dat wiebertje hier is mijn breedte van mijn armschat. Niet denken, oh mijn god, wat is dat een grote armschat, want als het dubbel gevouwen wordt, er mag wat ruimte bij zijn. Het moet niet strak om het lijf, want het zal iets over de schouders heen gaan vallen. Dus wat we nu gaan doen, we gaan het nu dubbel vouwen. En dan gaan wij het werk aan elkaar maken. Ik kijk nu tegen het achterpandje aan van het werk. We gaan in het achterpandje doorhaken met stokjes. Alleen nu gaan we gelijk ook aan het voorpandje samen haken. Dus wat ga ik doen? Ik ga eerst eens even kijken waar mijn steek is gebleven. Waar ik mee moet beginnen om het vast te hechten. Zodat het voor jullie makkelijker is om met een stekenmarker te werken. Plaats even een stekenmarker in het achterpandje. Zodat jij weet waar je moet zijn. Hier is mijn losse ruimte. Ga ik daarheen. 1, 2. Is dit mijn volgende steek. Goed. Ik ga dus eerst het
eerste stokje van de twee stokjes van die toer maken. Hier maak ik eerst mijn eerste stokje. Dan haal ik de lus op. Dan pak ik mijn steek hier. En dan steek ik eigenlijk van de voorkant, dus van onder, naar voren door. Dan pak ik mijn lus. En die haal ik door. Als je die goed hebt gedaan, hoef je niet meer te tellen hoe je zit. Zolang je maar met die toer om twee stokjes blijft doorgaan. Dus ik heb hier één stokje voor deze toer gemaakt. Dan maak ik daarnaast nog een stokje erbij. Dus ophalen. Van achter naar voren door. Draad om de naald. En de lus doorhalen. Nou, en zo ga je door. Dus weer twee stokjes per toer maken. Dit is het eerste stokje van de toer van het werk wat ik tegenkom. Draad doorhalen en hier plaats ik mijn tweede stokje. Draad op de naald leggen en weer doorhalen. Zo ga je door tot je de hele schoudernaad, dus de hele zijnaad, gesloten hebt. En na het afgemaakt, zoals jullie zien, hier is mijn armschat. En hier is mijn mooie naad. Ik heb hem hier onderaan afgehecht. Met twee lossen en knoopjes aangetrokken. Dus naar het werk toegeschoven. Zoals jullie zien loopt de wiebertjes mooi naar elkaar toe. Hier en hier. De middelste losse ruimte zitten precies tegenover elkaar. Dus als je het eerste stuk gaat ophaken, let even op dat als je bij het midden van het wiebertje bent, dat die twee losse ruimtes hier precies tegenover elkaar zitten. Dan weet jij dat jij precies goed bent gegaan. Nou, dus dit is een mooie nette naad aan de zijkant van je jurk. Dit doe je precies hetzelfde aan de andere kant van de jurk. Alleen, dan start je aan het rugbandje. Rugband rechtsachter. Hier hecht je aan en ga je hetzelfde doen als jij aan de andere naad hebt gedaan. Ik heb de andere zijnaad afgemaakt. En dan ga ik je laten zien hoe te beginnen met toerstokjes te haken. Ik heb alvast één losse opgehaakt en dan gaan we beginnen. Eén losse. En op diezelfde plek, dat zal net links van dat naadje zijn, die je gecreëerd hebt, begin je met het eerste stokje te haken. Zo, dat is nummer 1. En daarnaast nummer 2. Ik doe hem onder twee draadjes door van het stokje. Zo. Als je straks terugkomt, zorg je ervoor dat je deze rand hier ook aan die kant twee stokjes maakt. En dan sluit je hem een halve vast in die losse die je opgehaakt hebt. Nu ga je alle steken pakken die je tegenkomt. In elke steek haak je gewoon één stokje. Dus dat is nummer 1. Dat is nummer 2. Nummer 3. Doordat je de basisketting de stokjes op hebt gehaakt, heb je eigenlijk mooi twee dwarslusjes. Twee lusjes eigenlijk. Dat geldt als je ketting eigenlijk. Je maakt in principe een ketting en daarin maak je stokjes. Dat is al haken de ketting van stokjes opzetten. Hier zie je het veetje. Daarom heeft mijn voorkeur naar al hakend stokjes opzetten. Ik ga nu één toer haken en dan gaan we sluiten met een halve vaste. En dan ga ik zelf even kijken wat ik doe of nog een toer extra haken of niet. Dat laat ik aan jullie over. Dus ga je rond in de zijnaden, maak je aan de ene kant twee stokjes. Aan de andere kant van de naad maak je twee stokjes. En dat doe je in de andere naad ook. Dus hier twee stokjes en daar twee stokjes. Terug bij het begin sluit je met een halve vaste in de kerenlosse. Dus in die losse die je hier opgehaakt hebt, daar sluit je met een halve vaste. Als je dan nog wat toeren wil, doe je weer één losse. Gelijk beginnen met stokjes en ook weer sluiten in die losse die je opgehaakt hebt. Zo krijg je een mooi randje wat mooi door blijft lopen in je haakwerk. Ik wens jullie heel veel succes. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.